21 december 2019. Hier bij DHSC worden door de Stichting Sport Ondiep weer de kerstpakketten uitgereikt. En Ondiep TV is erbij. Wesley, voor de derde keer worden de kerstpakketten uitgedeeld door de Stichting Sport Ondiep. Als je kijkt op de afgelopen 3 jaar, hoe heb je dat ervaren? Ja, elk jaar is weer bijzonder. En we maken natuurlijk elk jaar nu het gala mee, waar echt fantastische dingen gebeuren en waar we ook een heleboel steun krijgen van buitenaf. En daar zijn we gewoon enorm trots op, dat we door dat soort dingen dat we de mensen kunnen helpen die het moeilijk hebben. En, ja, wanneer is dat het mooiste om te doen? Dat is met kerst. Om mensen te kunnen verwennen en een fijne kerst te kunnen geven. En dat zie je ook, het wordt elk jaar met open armen ontvangen. En je ziet ze gewoon gelukkig weggaan. En wat is er deze keer weer veranderd ten opzichte van de andere jaren? Nou, ik denk als je kijkt alleen al dat het lijkt wel dat ze steeds groter worden, die pakketten. De plus die er nu bij is gekomen, die ons die heel veel heeft mogelijk gemaakt voor ons. Ja, je ziet gewoon steeds meer, of elk jaar weer, dat er heel veel animo voor is, ook van buitenaf, om te helpen. Dus daar zijn we enorm dankbaar voor. Wat hebben jullie als plus kunnen betekenen voor de samenstelling van de voedselpakketten? Wij hebben hem samengesteld, samen met Kim, om tot een ideaal pakket te komen waar men ook echt wat aan heeft. Hij is niet alleen met kerst te gebruiken, hij is ook na kerst te gebruiken. Het zijn eigenlijk gewoon de dagelijkse dingen die je iedere dag kunt gebruiken. Wat zit er in het pakket? Keukenrol, er zit chips in, er zit hagelslag in, er zit saus in, er zit pasta in, sap zit erin, van alles. Waarom is het zo belangrijk om hier als ondernemer aan mee te werken? De klant komt altijd bij ons. Ik zie heel veel klanten die bij ons komen. Waarvan we weten ook, die hebben het hard nodig. En die willen gewoon toch dat setje meegeven nu nog. Hey, hartstikke mooi dat jullie dit als plus, als een ondiepse ondernemer allemaal gedaan hebben. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik zie gewoon mensen genieten ervan. Zelf genieten we ervan. Ik zie eigenlijk iedereen vindt het gewoon hartstikke leuk. Ja, het is gewoon een prachtige dag zo. Wat vindt u van de kerstpakketten? Ja, die vind ik prachtig. Ja, hij wordt geweldig gewoon. Ik ben blij met alles wat ik krijg. Ja? Maar dit is even net iets apart. De plus, die werkt nu ook mee aan de samenstelling van de pakketten. Wat vindt u ervan dat zo'n ondernemer uit Ondiep meewerkt eraan? Ja, ik vind het alleen maar grandioos als ze dat doen. Want ze arme mensen helpen. En ik heb daar geen woorden voor eigenlijk. Wat gaat u met de kerst doen? Ik ben lekker thuis, dus ik ga lekker thuis genieten. Welke activiteiten gaat de Stichting Sport Ondiep nog meer organiseren in 2020? Oh, we zijn bezig met verschillende dingen. En, we hebben weer een worstelaar erbij die we gaan hopelijk naar de top gaan brengen. Door middel van sponsoren daarvan. En zo blijven we gewoon nadenken over wat kunnen we doen. Wat kunnen we doen in deze fantastische wijk om iedereen levend te houden. En wil ik het altijd wel zeggen. 65 plus zullen weer genoeg activiteiten voorkomen. Voor de jeugd, idem dito. En wat we elk jaar doen voor de mensen die hier vandaag zijn, zullen er weer genoeg dingen gaan plaatsvinden. Oké, dankjewel. Heel veel succes en heel veel geluk in 2020. Dankjewel, insgelijks.